We zijn in de Rotterdamse Botlek. In dit dynamische havengebied zijn volop bedrijven te vinden in de petrochemie. En de laatste jaren heeft ook de offshore-industrie hier reparatiewerven. Met als motto License to Operate levert Maurik Services hier een uitgebreide technische dienstverlening. Maurik is het in Nederland nog het grootste zelfstandig familiebedrijf in Nederland. Opgericht in 1929 door de gebroeders Maurik. Begonnen met elektriciteitskabels plaatsen, boven ons ondergronds. Vanuit die kant hebben we ons ontwikkeld richting de infrastructuur, wegenbouw. Daar kennen de meeste mensen ons ook van. In de jaren 50 en 60 ook actief in dit gebied. En met de groei van het Botlek Europort gebied hebben we eigenlijk ons ook ontwikkeld in de industriële markt. Maurik Services houdt zich volledig bezig met zijn dienstverlening binnen de industriële markt. Dus de wereld van chemie en petrochemie, dat is onze wereld. De technisch dienstverlener is oplossingsgericht. En de specialisten kunnen opdrachten turnkey uitvoeren. Behalve heel veel vakkennis heeft men hiervoor natuurlijk ook allerlei equipment en materieel. We hebben 15, 20-tal locaties waar we mechanisch onderhoud ook uit doen. Het is ondoenlijk om op al die locaties een grote werkplaats te gaan plaatsen. En wij bevinden ons hier in onze centrale werkplaats waar het prefab werk voor onze opdrachtgever wordt uitgevoerd. Op de locatie heeft men ingemeten hoe een leidingdeel vervangen moet worden. Bochten, flenzen, afsluiters. Dat wordt hier helemaal samengesteld. En dan is het bedoeling dat het op het moment dat het klaar is weer terug gaat naar onze werklocatie. En als alles goed is kan het zo ingebouwd worden. Voor het vervoer tussen de thuisbasis en de werklocaties heeft Maurik Services een uitgebreid wagenpark. Het logistiek bij ons is eigenlijk tweeledig. We hebben het zware logistieke segment, noem ik maar even, voor de grote equipment wat wij naar onze locatie moeten brengen. Daarnaast hebben wij ook een 60-tal lichte voertuigen, zoals de Mercedes Sprinter, die voor het transport naar de locatie en van de locatie zorgen. Niet alleen voor het materieel, maar ook voor personeel. En daarnaast hebben we een uitgebreid interne logistiek op onze werklocaties, waar ook weer de Mercedes Sprinter voor wordt ingezet. Mercedes-Benz bestelwagens speelt met Van Pro volledig in op de transportbehoeften van bedrijven. Joris Vos legt uit wat deze dienstverlening inhoudt. Van Pro is een internationaal programma gestart door Mercedes-Benz in Europa. En het kenmerk is dat wij een onderscheidende organisatie willen neerzetten, specifiek op het gebied van bestelwagens. Dus we bouwen door een strakke certificering in de organisatie om de bedrijfswagenklanten heen. Dat uiteraard gaat van de auto zelf, de hardware van de auto, de uitvoering, de juiste configuratie om hem zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Maar ook de organisatie en vooral het after sales stuk om de klant heen. Dus hoe en wanneer biedt het optimale voordeel voor de klant? Voor een maximale inzet is het belangrijk dat de bestelauto daar helemaal op wordt afgestemd. Het gaat dus om maatwerk en daarbij speelt de dealer een grote rol. Binnen Van Pro is een van de pijlers van het programma dat je ook een professionaliteit kunt bieden op het gebied van expertise van je medewerkers. Dat geldt zowel voor verkoopkant als voor de aftersaleskant. En daarin wordt er vanuit Van Pro geantameerd dat we heel erg veel investeren in de kwaliteit en de kennis en vaardigheden van onze mensen. Daarmee moet je denken aan speciale scholing voor bijvoorbeeld het opbouwen van voertuigen, maar ook op het adviseren omtrent financiële producten rond bestelwagens. Het configureren van de juiste bestelwagen is essentieel. Dat geldt voor elke klant die wij hebben, hè. Dus voor een winkelier of andere bedrijven in het MKB, een koerier. Maar met name is het essentieel dat het in een industrieel voertuig, zoals wij bijvoorbeeld mogen leveren aan onze relaties Maurik, van groot belang. Daarbij zijn het berekenen van de noodzakelijke wettelijke eisen en het doorvragen voor de essentie van het gebruik van het voertuig zeer belangrijk. Dat hele voortraject, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dat is een investering van zowel de zijde van de klant als van onze eigen verkoopadviseurs om daar tot een goed resultaat te komen. Voor ons is eigenlijk het belangrijkste, buiten uiteraard aanschafprijs en onderhoud, ook de betrouwbaarheid van het voertuig. Wij werken al jarenlang met Mercedes en in die jaren hebben zij aangetoond op het gebied van betrouwbaarheid absoluut ons te kunnen ontzorgen.
En dat geldt eigenlijk voor alle klanten. Het is dan ook niet toevallig dat de vakjury dit aspect zwaar laat wegen bij de jaarlijkse Driving Business verkiezing. We hebben dit jaar de prijs gewonnen bestelwagen van het jaar met de nieuwe Vito. Dat is natuurlijk een uitstekend product. Maar wat misschien voor ons nog belangrijker is, is dat die prijs is toegekend op basis van onze organisatie verkoop. Maar nog belangrijker ook op basis van after sales in onze organisatie. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op onze website rtltransportwereld.nl.